Breng het perspectief voor het voetlicht van de dieren. Breng het perspectief voor het voetlicht van de natuur. Garandeer de veiligheid. Breng preventie aan. Help mensen om kleine probleempjes op te lossen. Je moet elkaar vinden, de vragen kennen en samen de oplossing zoeken. En wat je vooral moet vermijden is dat jouw oplossing het probleem voor die anderen gaat worden. Wij moeten niet onze bever wegjagen richting waterkering. Dan zijn we niet goed bezig. Ga ermee aan de slag met een recht voor de natuur. Kijk naar internationale voorbeelden die er al bestaan en zet het op de kaart. Ook hier in Nederland kunnen we dit vastleggen en kunnen we ons wereldbeeld en perspectief veranderen voor de natuur. Vergeet ook niet de menselijke kant. Dus niet alleen maar bevenmanagement, maar ook mensenmanagement zou ik bijna zeggen. Laten we er nou voor zorgen dat bij de aanleg van onze natte en droge infrastructuur die preventieve maatregelen standaard worden meegenomen. Maar we willen naar een nationaal protocol. Kijk naar de andere perspectieven, hoe brengen we die samen? Denk na over hoe dat er dan uit kan zien in de toekomst. Zet een stip op die horizon, zodat je ergens naartoe kan werken. Zodat we niet maar blijven pleisters plakken achteraf, maar dat we ergens op kunnen inzetten en daar samen onze schouders onder kunnen zetten.